Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag de Marokkaanse steek leren. Maar eerst wil ik iedereen bedanken voor het kijken naar de video's, want ik heb best wel veel abonnees en ik krijg er toch elke dag weer bij. Maar ja, ik doe ook wel mijn best elke keer om iets nieuws te bedenken. En gisteravond zat ik op de bank en toen zag ik iets van Marokko op tv. En toen dacht ik, ja, ik ga de Marokkaanse steek uitleggen. Kijk hoe mooi dat dit in met kleurtjes eigenlijk, ja, dat kan je met restjes wol afmaken. En je ziet ook het, ik heb ook een paar dingen uitgeprobeerd, dus rood met wit, blauw met wit, maar ook lichtblauw met donkerblauw, dat je ook ziet van, ja, als je, stel dat dit heel donker is, dan krijg je gewoon echt een deken zonder de ruitjes, dus dat kan ook. Zonder dat je dus ziet dat het een Marokkaanse steek is. Maar ja, ik vind hem dus wel helemaal geweldig. Want het zijn net nopjes die eruit komen. Maar het is heel simpel. Dit zijn drie stokjes. En hier ga je omheen werken. Maar ik ga er heel rustig uitleggen. Want het heeft geen zin als ik vlug doorheen ga. Ik zal eerst zeggen wat je nodig hebt. En dan kunnen we gaan beginnen. Je hebt dus nodig haaknaald nummer 6 en ik heb gewoon hier wat kleurtjes gepakt van eurobolletjes. Het zijn gewoon ja, eigenlijk een beetje dezelfde dikte als de Royal van de Zeeman, dus ja, haaknaald nummer 6 is ook lekker dik genoeg voor een dekentje, een centimeter. En met de centimeter, ik heb het al opgemeten, maar dit is ongeveer 46 centimeter voor 53 steken. Het aantal steken zal ik zo uitleggen waar het door deelbaar is, maar in ieder geval, dit was dus 46 centimeter voor 51 steken. Schaartje. Marker, ja, die heb je wel een paar nodig hoor, dus je moet echt wel een paar markertjes hebben. Maar je kan ook met andere dingen markeren hoor, dus als je bijvoorbeeld paperclips in huis hebt, dan kan je dat ook, want je hebt op het eind heb je nodig hier zo dat je draad eventjes vastzet, omdat je dan natuurlijk met de andere kleur gaat beginnen en daarna pak je die draad weer op. Maar daar gaan we zo mee beginnen. Dus markers, heel belangrijk. Je kan ook nog een soort labeltje kopen. Dat is altijd wel heel leuk hoor, om het af te maken. Zodat je dus op het laatst ziet van, ja. Het is ook een soort attentie, hè? Als je een dekentje voor iemand maakt. En, of een das of een tas of wat dan ook. Dat er een soort afwerking op zit. Deze hebben ze gewoon bij de Action. Je hebt ook nog een stopnaald nodig, maar die heb ik nu even niet bij de hand. Zo, we gaan het werkstukje wegleggen en dan gaan we beginnen. Ik leg het werkstukje even weg, even kijken welke draden eraan vastzitten, welke wol. Nou, wij beginnen nu met wit. En ik heb gezegd dat ja, die 53 steken was 46 centimeter, maar om het nu uit te leggen ga ik nu 30 steken opzetten, want het moet deelbaar zijn door 3. Dus die 53 steken had ik 51 steken plus 2 beginsteken is 53 steken, is 46 centimeter, maar ik ga nu 30 steken plus 2 opzetten. Als je met mij mee wil doen, dan pak je een bolletje wol, je haaknaald en dan gaan we lekker beginnen met de Marokkaanse steek. Dus 32 steken, dus 30 steken, 1, 2, 3, 30 steken om op te zetten en 2 steken voor de beginsteek en de eindsteek. Dus 30, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, plus 2, 1, 2. Die 2 is 1 voor de beginsteek en 1 voor het einde, zodat je dus op het einde nog een steekje overhoudt. We zetten in de eerste steek in, dan maken we een vaste. Dan gaan we 2 losse doen, 1, 2, en dan slaan we 2 steken over, 1, 2. En we zetten weer een vaste. Twee losse. 1, 2. En we zetten weer een vaste. Twee losse. 1, 2. En we zetten weer een vaste. Twee losse, 1, 2 en we zetten een vaste. En dit wordt de eerste toer en op het einde van de toer dan zie ik je weer terug. En we zijn nu op het einde van de toer van 2 losse en een vaste en 2 losse overslaan. Dus ik heb hier 2 losse gedaan en dan gaan we in de laatste nog een vaste doen. En dan zijn we klaar met de eerste toer. En dan pak je marker erbij en die zet je om je laatste lus heen. En die laat je gewoon lekker zo liggen. Je kan hem ook aantrekken hoor, de marker, dat je dus zegt ik trek er even aan en dan laat je hem gewoon lekker hier in je werkje rusten. Dan pak je een ander kleurtje, dan zet je weer een opzetlus op, haaknaald erin en dan gaan we tussen die eerste vaste en het eerste losse hier tussenin even goed de opening zoeken. Daar beginnen we dat we even de draad vastzetten met een halve vaste. Dan zet je 1, 2, 3 losse, dus voor de rechtse kant. En dan gaan we in elke opening gaan we 3 stokjes een losse en dan weer in de opening 3 stokjes zetten. We hebben nu 3 stokjes, nu een losse. En weer 3 stokjes in elke opening. En natuurlijk nog een losse. En weer. Verder. En een losse. En weer 3 stokjes en een losse. En dit is de tweede toer en die maak je zo helemaal tot op het einde af en dan zie ik je weer terug. We zijn nu bijna op het einde van de tweede toer. Een losse nog. En dan zetten we op, zeg maar hier tussen, dus een beetje lastig te zien misschien, maar hier, dus dat je die lus nog
kan gebruiken. Die hou je achter je werk. En dan zet je er nog een stokje in. Maar dan moet je even de draad omslaan. Je houdt de lus aan de achterkant en je zet je haaknaald erachter. En dan zet je hier nog een stokje in. Zo. De stokje is echt voor de zijkant. En dan haal je je lus weer een beetje omhoog. En dan heb je toer 2 af. En dan ga je weer aan deze lus. Trek je omhoog van de wit, van het witte garen. En dan zet je je marker in de rode. En dan kan je het weer een beetje aantrekken. En dan ga je je weer keren. Dan pak je weer je lus op. En dan ga je je draad omhoog werken. Met 1, 2 lossen. En dan zet je hem hier in deze eerste opening vast met een halve vaste. Dan ga je 4 lossen doen. 1, 2, 3, 4. En als je daarmee klaar bent. Ik leg even mijn bolletje rood aan de kant en ik ga nu met wit beginnen. En als je met die 4 lossen klaar bent, dan sla je om en dan ga je in deze opening van die vaste, daar zet je een stokje. En dat doe je gewoon heel losjes. Zo. Dan heb je je eerste stokje weer klaar, dan een losse. En dan weer in diezelfde opening, daar ga je weer een stokje zetten. En je houdt het gewoon heel losjes het werk, want hij mag best een beetje omhoog komen deze draad. En dan ga je weer door 2 en dan door 2. Dus dit is een V-steek. Dan ga je meteen weer door naar deze opening. Omslaan in de opening, dus eigenlijk in die vaste van de vorige toer. Daar zet je weer een stokje, zie je, en dan sluit het heel mooi om de rode stokjes heen. Weer 1 losse, omslaan in die opening, je draad ophalen, een beetje losjes, omslaan door 2, omslaan door 2. Omslaan in deze opening van die vaste, draad ophalen, losjes, omslaan door 2, omslaan door 2. 1 losse, omslaan, draad ophalen, door 2, door 2. Kijk, je krijgt dus elke keer een V-steek met een losse ertussen. Dan ga je rechtstreeks weer naar die opening, dan weer een losse. Dan weer een stokje in dezelfde opening. En dan ga je weer rechtstreeks naar die vaste. Ik haak nog even mee. En zo maak je de hele toer af. En dan heb je toer 3 ja, bijna klaar. En ik zie je op het einde weer terug. En dan zijn we op het einde bijna van de toer. Van de derde toer. En dan gaan we meteen op het einde, gaan we in deze, gaan we nog een V-steek zetten.
en een losse. En nog in diezelfde steek. En op het laatst is het een beetje lastig, want je moet dus, of niet lastig, die draad aan de achterkant houden met je stokje. Zo, ja. En dan is dit je laatste steek. Die V-steek, dit is de laatste V-steek. En dan haal je weer je naald eruit. En dan pak je een marker. En die haal je in die lus. Die maak je vast. En dan trek je weer een beetje aan je draadje. En met zo'n marker kan er ook niks gebeuren, hè? Het kan niet los. Maar je hebt je eerste tool van de Marokkaanse steek al klaar. En hoe leuk is dit? Je kan hem aan twee kanten gewoon gebruiken. En nu is het vaak alleen herhalen. Dus je hebt het begin gemaakt. En nu kan je het gaan herhalen. Kijk, en je gaat nu dus weer. We hebben net wit als het laatste gehad. En we gaan nu weer met rood verder. En nu gaan we met rood weer hier in deze openingen. Gaan we weer drie stokjes maken. En natuurlijk ook de losse niet vergeten. Dus we pakken weer rood op. Je trekt een beetje aan die lus. Je haalt je marker eruit. Naald erin. En dan leg je je witte bolletje weer even aan de kant. En dan gaan we beginnen met 4 lossen. 2, 3, 4. En met hier in deze opening gaan we nu 3 stokjes maken. 1. 2, 3 en een losse. En dan gaan we weer in de opening. Drie stokjes en een losse. In de opening. Drie stokjes en een losse. En dan is dit toer, even kijken hoor, 1, 2, 3, 4. Maar deze is al hetzelfde natuurlijk als de tweede toer. Het is gewoon 3 stokjes en een losse. Dus hoe makkelijk kan het zijn? Het is in het begin moet je kijken dat je wel 4 los hebt. Van, dat betekent dus 3 is het eerste stokje. En die vierde is het de eerste losse. En dan ga je weer in die V-steken werken. En ik pak even het voorbeeldje nog erbij. Omdat ja, als je nu dus deze steek al een beetje gedaan hebt, dan zie je gewoon hoe mooi ja, dat je dekentje kan worden. Of een tas, of een ja, mandje, of een poef, of een kussen. Het is gewoon een steek die, ja, die kan je gewoon, daar kan je ook al je restjes wol mee opmaken. Je ziet ook hoe mooi dat het komt als je dus deze steek niet helemaal in die door die twee witte haalt, maar die laat ik dadelijk nog een keer zien als je die witte steek door die lus heen haalt. Maar dat zie je zelf als je bezig bent. Ja, het resultaat is echt ja, gewoon heel kleurrijk ook. Ja, dat ligt natuurlijk aan jezelf. Maar je kan alle kleurtjes nu op gaan maken. En dan lossen. Ik haak gewoon even mee tot het eind.
En dit is alweer de laatste steek. Drie en een losse. En dan is dit ook de laatste steek, want anders krijg jij geen rechte zijkanten. Dus je haalt je naald eruit, je zet de marker erin, je trekt je draadje weer een beetje aan en nu gaan we weer met de witte rij beginnen. Dus we trekken de draad een beetje los weer. Ik leg de rode even een beetje aan de kant. Aan deze kant, want we keren nu het werk, want we gaan weer van links naar rechts werken en we hebben de draad al een beetje omhoog getrokken, marker eruit, naald erin, trek je weer een beetje aan zodat die aan je haaknaald zit en dan gaan we nu 3 lossen omhoog doen. Een, twee, drie. En die gaan we vastzetten hier onder deze, in deze steek, zeg maar onder de marker. Je moet dan gewoon de rode draad kunnen pakken. Het is altijd een beetje zoek hoor, maar je gaat hem gewoon vastzetten zo. Met die 3 heb je hem omhoog gewerkt, de draad. Zo. En nu ga je weer die V-steken maken. Dus we gaan weer 1, 2, 3 omhoog. 1 losse voor, omdat we losse moeten maken. En dan gaan we weer de V-steken zetten. En die gaan we weer in deze opening doen. Dus wat ik net zei, je moet echt in het midden en niet helemaal. Want dan krijg je niet dat Marokkaanse effect. Dus je moet echt in het midden. En dan ga je weer een V-steek maken. Dus een stokje, een losse. En in die opening een stokje. Dan ga je meteen weer hierin een stokje maken. Dus in die opening. Een losse en een V-steek. Omslaan in de opening, een stokje, een losse en een stokje. Het zijn dus maar 2 toeren die zich herhalen. En dan zit je met die verspringing dat je daarna weer hier aan je eerste bolletje begint. Kijk, straks trekt dit recht en dan begin je hier weer aan je eerste bolletje. Dus ja, dit is de Marokkaanse steek. Ik zal deze nog even afmaken. Tenminste deze steek. Een losse en weer een stokje. Ja, dit is de Marokkaanse steek. Het is niet moeilijk. Je moet gewoon even bij de zijkanten goed opletten dat je dit laat verspringen. Dat je niet, omdat je anders krijg je gewoon een hele rare zijkant. Dus je begint weer met rood in deze V-steek. Elke keer in de V-steek. En ik pak even het voorbeeld erbij. Dan is dit het resultaat. Ik dank jullie hartelijk weer voor het kijken. Graag duimpje omhoog hieronder als je de video leuk vindt. En graag abonneren natuurlijk op Iedereen kan haken. Hieronder heb je de foto. Daar moet je op klikken en dan kom je op de abonneren knop. Je kan een melding aanzetten. Maar ik zou zeggen tot de volgende video. En dan heb ik weer hele leuke dingen voor jullie. Dankjewel.